Goedendag. Een mooie zonsopkomst nog vandaag, maar niet in alle delen van Nederland. Met name het oosten kon je hem nog wel mooi zien. Maar in de rest van Nederland was het al bewolkt geraakt en die bewolking breidde zich in de loop van de dag verder over Nederland uit. Op heel veel plaatsen was het daarbij droog, maar her en der viel er toch ook wel een spatje motregen of lichte regen. En daar hebben we dinsdagavond ook nog wel mee te maken. Op dit moment zien we op de weerkaart een hoge drukgebied ten zuiden van Nederland. En een lage drukgebied ten noorden van ons. Met daartussenin die zuidwestelijke stromen, waardoor ook die zachte lucht wordt aangevoerd. In de nacht van woensdag op donderdag zagen we een storing overtrekken met dan tijdelijk wat regen. Daarna is het eventjes wat droger. Maar in de loop van het weekend gaat die stroming wat meer van zuidwest naar west draaien, waardoor opnieuw storingen worden aangevoerd. Waarschijnlijk dan wat meer een buiig karakter, misschien wel echt mooie. Open structuren in de lucht, wolken, zon en dan tussendoor die stevige buien. Daarna, wat er dan gaat gebeuren, is nog erg onzeker. In het Amerikaans weermodel werpt zich een hoogdrukgebied op. Waardoor we dan mogelijk te maken gaan krijgen met iets kouder weer. En misschien ook een stijgende kans op wat nachtvorst. Maar het Europese weermodel weert daar nog niet in mee. Dus dat is nog wat onzeker. En dan komen we in de tiendaagse weersverwachting van woensdag uiteraard op terug. Even de iets kortere termijn. Ik had het net ook al over de storing die in de nacht van woensdag op donderdag gaat overtrekken. We zien dinsdag overdag inderdaad nog wel die kans op wat lichte motregen, maar het is overwegend droog. Pas in de loop van woensdag dan neemt de kans op regen toe. Overdag is het dus nog droog, zoals we ook in dit harmonie weermodel zien. Maar vanuit het noordwesten zien we die regenzone naderen. Die trekt dan in de nacht naar donderdag over. Met name in de ochtenduren is in Limburg ook echt nog wel kans op een spatje regen, maar daarna is het dan overwegend droog met zonnige perioden. In de weersymbolen ziet dat er dan als volgt uit. Vanavond nog wel kans op een spatje regen, maar op heel veel plaatsen ook gewoon droog. Bij zo'n 6 tot 8 graden en daarbij een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Vannacht koelt het uiteindelijk het meest af in het noordoosten. Daar ook de meeste opklaringen. Mogelijk aan de grond krijgen we daar ook wel weer met vorst te maken. In de rest van het land ligt de temperatuur zo tussen 2 en 5 graden. En overheerst de bewolking en de wind die zwakt daarbij ietsje af. Woensdag overdag... De meeste zonnige periode voor het oosten van het land. Maar uiteindelijk raakt het in de loop van woensdag overal bewolkt. Het blijft dus eerst nog wel droog. Pas in de loop van de woensdag, dus die toenemende kans op regen in de nacht naar donderdag. Als eerst in het noordwesten, als laatste in Limburg. En de wind die is daarbij matig boven land uit zuidwestelijke richting en mogelijk krachtig aan zee. De dagen daarna een vergelijkbaar weerbeeld. Nadat die storing is gebaseerd op donderdag, hebben we dus wel te maken met die zonnige periode. En dan een graad of negen. De dagen daarna, op heel veel plaatsen in de dubbele cijfers, de bewolking overheerst, de zon zien we nauwelijks. In de nacht ook erg hoge minima met een graad of 8 à 9. Vanaf zondag en maandag, dus de toenemende kans op wisselvalligheid in de vorm van buien. En dan krijgen we dus even tijdelijk weer een wat ander weerbeeld. Tot de volgende keer.